dossier Tweede Spooronsluiting is nog maar af te wachten. Aan het engagement van Geoffrey Bouts, burgemeester Tony Sebrechts en andere moedige strijders op de barricade zal het alleszins niet liggen. Dat dit nog zou gebeuren en dat er ook geargumenteerd zou worden weergegeven. Intussen middelen gevonden zijn die nog beter zijn.